Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar Eefje Bleefje. Op de achtergrond is Evina even aan het bezemen, want wij krijgen een bezoek. Namelijk familievloggers, familie Smit. Blijf kijken! Hey, ga je mee op alle avonturen van Eef? Je hebt er één. Hij is heel erg lief! Ja, nou, een soort, welkom bij ons op de boerderij. Mijn kanaal heet Eefje Beleefje. En hoe heet jij? Jacob Dirk. Jacob Dirk. En jij? Jeanette. Jeanette. En wat willen jullie doen vandaag? Ik heb paardrijden. Paardrijden? En ik weet niet wat ik moet doen. Oh ja. Bij ons is de regel, als je wilt paardrijden, dan moet je eerst klusjes doen. Zullen we dan even klusjes gaan doen? Oké. Okay. Nou, Evina, kun jij laten zien wat we kunnen doen? Ja. Goed, je net ook niet. Kom maar. Nou jongens, wat denken jullie? Gaat de poep scheppen lukken? Ja hoor. Evina, jij gaat even uitmesten. Ja. Dan moet je even naar Ruben uitleggen hoe het moet, hè? En Jacob Dirk, jij wil een hooinet vullen. Nou, kom maar mee. Ik heb hier een hooinet opgehangen. Zie je? En dan kan je zo helemaal volgooien met hooi. Ga het maar proberen. Kijk eens wat ik heb. Goed gedaan. Jacob, dit stinkt echt vooral. Kijk die dan. Ik stink niet zoals jou. Nou, Evine, wat vind je dan ervan? Ze zeggen dat het stinkt. Maar het stinkt niet super aardig, maar het stinkt wel. Ja. Ik ben dit gewend. Ik denk het ook eerst, maar deze geur. Niet maar echt vaak. Evina, heb je goed uitgelegd hoe het moet? Nee, ja, dat is al 4 jaar geleden. Je moet wel even zeggen dat ze alleen de drolletjes moeten doen. Ja, want kijk, anders scheppen ze zo de hele stal leeg. Dat moet niet. Nou, de kruiwagen raakt wel aardig vol zo. Goed bezig hoor. Nee, is het zwaar, jongens? Ja, zeker wel. Als je het hele twee doet, dan is het zwaar. Aan het begin. 1, 2. Dan iemand. Oeps. Arm recht. Gaat maar achter. Ja. En nou, dan achter. Ja, alles is erin. Hoeplakee. Nou, dan kan de kruiwagen terug en dan kunnen jullie de paardjes gaan pakken. Hoe kunnen jullie nou allemaal... Mama? Ja? Mag ik een fiets rijden? Ja, dat kan wel. Jippie! Er zijn maar weinig kindjes. Dit is lief. Hier was ik toen met kippen bij dit. Mama, mag ik even op de trekker zitten? Ja, je mag wel even op de trekker zitten. Ja! Nou, ik kan hier opklimmen. Oh, moet mama dat even doen? Ja. Oké. Okay. Nou, ik kom er zo aan. Ja, kijk, als je dit uit het perspectief van zo'n klein kindje bekijkt, dan ziet het er natuurlijk al veel anders uit. Die schat je net. Ja. Dat is. Ja. Lief, hè? Nou, kijk, dat is Daisy, die hier op de slok. Ja. Met dat blinddoek hoor. Nee. Oeh. Dat is Stacy, die donkerbruine. Kijk, hier is een ezeltje. Oh, katten. Wat doe je nou? I-a. Stacy. I-a. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is leuk. I-a. Ja, dat zegt hij wel, hè. Ik heb een blinddoek. Kijk, hey, waarom met de paten? Dat is voor de muggen. Anders gaan de muggen prikken in de oogjes. Oh, dat is ook zielig. Kijk, en de babypaardje staat er achteraan. Wat moet je op dit? Die zwarte, hè? Die zwarte is de baby, niet die brullen. Dat is mijn baby, Tineke. Dat is mijn baby. We vinden het wel leuk, hè? Wild. Wild? Zeg niet. Wie wil deze zat? Jongen. Dat is niet wild. Dat is deze. Die doen we hier net. Ja. Ja, goed zo. Ja.
Jacob Dirk heeft al een cap. Ruben, jij mag even bij mij een cap uitkomen zoeken. Ik voel echt een klein. Probeer die maar even. Nee, ik wil deze. Neem jij de roze maar. Stop, kijk zo. Allebei je benen. Zo, bam. In de buk. Stop, zeg je dan. Oh, even jou volgen nu. Wel sturen, dat weet je. Doe het toch. Ja, ik stuur er nog wat in de kant op. Hallo. Ik vind deze niet mooi. Nou, dan leg je hem neer. Nee. Mama, ga je. Wat is dit ding? Ja, ik zit hoger dan jullie. Nee. Het is echt niet ding. Nee. Ben je leuk, hè? Ja. Dat is een leuke verrassing zo, hè? Hij sliep bij jongens en dan moest hij mee. Ja. Kijk, maar Stacy gaat er achteraan. Oh, wat een mokkel. Zie je dat? Zo blauw. Wat een mokkel bij zijn ogen. Zielig. Een beest. Wat is die? Mama. Moeten we hem meenemen? Ja. Waar moet hij dan slapen? Mij. Bij jou op een bedde? Hi. 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 Dit is de liefste, onze Polly. Dit is de liefste. Hi. Jacob? Ja? Vind je het leuk? Ja. Bij even je beleefje? Wil ik wel vaker natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen op een positieve manier kennis maken met dieren, met paardrijden. En dat is ook wat we proberen met de familie Smit. Jacob Dirk rijdt lekker op Joy. En Ruben op Stacy. En dat gaat gewoon lekker op een ontspannen manier. Ze hoeven zich niet aan bepaalde regels te voldoen, maar gewoon lekker kennis maken met het paardrijden. En ja, een beetje grenzen verleggen. Het is ook belangrijk, dat wil ik ook in de paardencoaching laten gaan doen, paardencoaching met kinderen. Om kinderen op een positieve manier ook aan hun zelfvertrouwen te laten werken. En zo'n groot paard is natuurlijk best eng voor zo'n klein kind. Maar ook hierin leren ze dat er een stuk overwinning zit. Dat ze op zo'n groot beest kunnen zitten. Dat het luistert naar wat ze zeggen. En dat ze zelf een grens moeten aangeven. En leiding moeten nemen over de situatie. Dit was een groot succes. Vonden jullie dit ook een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons YouTube kanaal. En op die van de familie Smit. En dan zeggen wij tot de volgende vlog. Doeg, zwaai maar. Doei. Duimpje omhoog. Goed zo.